Goedendag allemaal. Zo, weer een tijdje geleden dat ik een filmpje heb gemaakt. Had er even niet zoveel zin in. En het was ook een beetje slecht weer de laatste tijd. Dus ik heb een beetje rustig aangedaan. Ja, en vanmiddag was ik aan de tuin aan het werken. Ik kreeg het zo warm. Toen dacht ik, kan ik wel een stukje gaan fietsen. Ah, het is 10, 11 graden. Bijna geen wind, dus even lekker fietsen. Eerst even deze hele lange weg volgen. En dan misschien richting Alkmaar of zo. Schaapjes staan nog in de wei. Ah, die hebben het niet koud. Met een mooie vacht. Heerlijk, geen tractors, niks. Deze molen is al een tijdje onthoofd. Gaan ze er eindelijk aan beginnen. Wordt een hele mooie molen. Ik zou, de bedoeling was richting Alkmaar te gaan fietsen. Maar ik zag richting Alkmaar hangen zwarte wolken zoals je ziet. Dus dat is regen. Allemaal van Farid geleerd. Farid de Weerman. Dus ik ga gewoon een rondje Beemster, zo richting midden Beemster en dan richting Volendam of zo. En dan weer terug naar huis. Huis is daar, midden Beemster is daar, maar daar hangt ook een hele donkere wolk. Er hangen overal donkere wolk, maakt niet uit waar ik heen rijd. Maar ja, we gaan er beste van maken. Het is toch wonderlijk? Het zonnetje komt gewoon een beetje door. Ja, lekker hoor. Dit lijkt wel de molenroute. Ik kom alleen maar molens tegen. Drie mooie molens naast elkaar. Volgens mij heten ze de Drie Zusters. Of de Drie Gezusters. Correct me if I'm wrong. Ze liggen er ook mooi bij. Zie je, windstil. Mooi ritje.
Zo. Rijden door Spierdijk. Richting Hoorn. Zoals je ziet, hier is het wel een beetje nat geregend. Daar heb ik mijn regenpakje even aangetrokken. Want ze kwamen wel met grote spetters uit de lucht. Lekker warm blijven. Jasje aan. Nu richting Hoorn. Dan naar Purmerend. Dijk. Nu ga ik deze dijk op en dan ben ik zo thuis. Ik heb 65 kilometer gefietst. Beentjes voelen wel zwaar aan. Weer een tijdje geleden dat ik op de weg had gefietst.